Mensen, ik heb geen idee. Binnenkort begint het NK aardrijkskunde. Basisschoolleerlingen vanuit heel Nederland nemen tegen elkaar op om te bepalen wie nou het allermeest van aardrijkskunde af weet. Maar weten wij volwassenen dat eigenlijk wel? Ik ben goed in topo, dat is, vraag maar. Dit is Tessel. Dit lijkt meer op een zo'n mistoren die alvast afwijkt voor de... Is dit niet in Zandvoort? Ja, pas. Ja, het is een vuurtoren of zoiets. Hoe heet dat plekje eigenlijk daar beneden? Dit de Brandaris op Terschelling. Nieuw-Zeeland. Ik weet wel dat dit een molen is, maar waar? Ik heb geen idee, man. Maar dit is denk ik al Groningen. Ja, dit ken ik ook. Dit ken ik ook. In Limburg of zo, of Friesland. Ja. Zaanse Schans. Wat is het dan? Het zijn windmolen. Ja, ik weet niet waar dat ligt. Molentjesland. Nederland. Kinderdijk? Jazeker. Zo ver kom ik niet, man. Ik ben gewoon van de cities. Dit is een soort van bunker of zoiets. Zo. Is dit wel in Nederland eigenlijk? Helemaal linksbovenaan volgens mij. Waar dan? Nieuw-Zeeland. No, 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 no. IJmuiden. Zeeland dan. Is dit niet Pampus? Oh, Pampus is bij Amsterdam. Utrecht. Ja, man. Het is mijn stad. Utrecht. Dit is waar we ons nu bevinden. Dit is Utrecht. Geen idee. Nee. Deze ken ik echt niet. Nee. Dit is de Domtoren. Als het goed is, is die 112 meter hoog, als ik het goed heb. Weet niet zeker, maar dit ligt in Utrecht. Oftewel Noord-Holland. Nee, ik denk dat je meer leert, en daarom weten wij er ook een aantal, als je ouder wordt, want dan heb je meer dingen gezien. Ik denk dat je meer leert van zien dan uit een boekje eigenlijk. Nou, fijne avond iedereen. Dag.